deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je de titel hebt kunnen zien, heb ik voor vandaag een Action Shop vlog. Ja, er staat weer een mega volle tas naast me op de bank. Het is alweer eventjes geleden dat ik geweest ben. De laatste keer is geweest voor mijn bevalling en Jax is momenteel alweer 4 maanden oud. En ja, mijn boodschappenlijstje begon toch wel echt een beetje vol te raken. Dus het was weer hoog nodig de tijd dat ik naar de Action toe ging. Ik heb wat spulletjes van mijn boodschappenlijstje af kunnen halen. Ik heb ook weer een aantal spulletjes gekocht die er niet op stonden. Maar dat is natuurlijk de kracht van de Action. Als je benieuwd bent naar mijn geshopte items, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet om alvast die duimpjes omhoog te doen. En te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we deze tas snel uitpakken. Zoals gewoonlijk heb ik ook weer het bonnetje voor jullie. Ik was €22,90 kwijt. En daarvoor heb ik eigenlijk best wel een heleboel items gescoord. Ik ben tijdens mijn verlof zelf niet naar de Action geweest. Dat heeft mijn partner toen voor mij gedaan. En toen heb ik best wel veel dingen in grote getalen gekocht als het ware. Dus net als bleek en afvalzakjes en eigenlijk alle huishoudelijke dingetjes. En ik heb eigenlijk gemerkt dat ik het toch wel heel fijn vind als ik in huis dingen op begin te raken. Dat ik dat gewoon alvast op een lijstje ga schrijven. Mocht ik dan een keer of naar een Action gaan of naar de stad of naar de Jumbo of whatever. Dat ik dat al meteen mee kan nemen. Dus ik heb een aantal dingen weer een beetje op voorraad gehaald. Een aantal dingen had ik nog. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik begin gewoon met het eerste wat ik tegenkom in deze tas en dat zijn bakpapiervellen. Ja, dit stond ook op mijn boodschappenlijstje en het was dat ik nou naar de Action ging, want meestal haal ik deze ook gewoon bij de Jumbo of bij de Lidl, net waar ik ben. En ja, dit zijn gewoon van die vellen. Ik vind ze super fijn voor in de oven. En hier zitten er 36 in en die waren 99 cent, dus ik kan weer voorlopig eventjes vooruit. En ook iets wat ik eigenlijk... Ja, dit had ik niet zozeer op mijn lijstje staan, maar dat vind ik wel weer fijn om in huis te hebben. En dat zijn van die aanstekers voor kaarsen. Ja, de zomer is toch wel een beetje op zijn eind, dus ik vind het dan wel weer fijn om wat kaarsjes aan te steken. En op een of andere manier heb ik gewoon een haat-liefdeverhouding met lucifers. En dan is dit gewoon ideaal. Ik had eigenlijk liever een lange gehad, maar die waren er niet. Maar nu heb ik er dus 2. En hierop staat dat je ook kan bijvullen. Ik heb niet zo'n spuitbus met van dat spul bij aangeschaft. Ik denk, ik ga eerst deze gewoon opmaken. En mochten die op zijn, dan kan ik altijd dat nog aanschaffen. Je hebt er 2 voor. Even kijken. 1,39. En ja hoor, daar zijn ze weer. Mijn all-time favorite wc-blokken. Deze had ik echt grote getalen aangeschaft tijdens mijn verlof. En ook zeker in mijn kraamperiode heb ik die veel gebruikt. Maar ja, mijn voorraadje was een beetje op aan het raken. Dus ik heb nieuwe meegenomen. Island Dream. Ik vind deze eigenlijk best wel lekker ruiken. Een beetje een tropische, lekkere geur. Ik weet niet of dat dit veel beter is dan die van wc-eend of van Ambipur. Maar ik vind ze gewoon super fijn. Ze hebben deze echt in heel veel verschillende kleuren en geuren. En ze zijn ook echt super goedkoop. Nou ja, dat vind ik dan. Want je betaalt voor 2 wc-blokken of per stuk zijn ze €1,24. En ik was er €2,48 voor kwijt. Dus ik kan er eventjes vooruit. En ja, maar om meteen ook bij de wc te blijven, heb ik ook weer bleek meegenomen. De andere die ik had, die eucalyptus, was er op het moment niet. Dus ik denk, nou neem ik 1 fles mee. Ik had nog wel iets op voorraad staan, maar ik vind het toch altijd fijn om nog een extra fles erbij te hebben. En deze was, even kijken, 69 cent. Dus kan ik weer even vooruit. En ook voor in de wc kwam ik dit tegen. En ik heb er 2 gehaald. Eentje voor boven, eentje voor beneden. En ik heb hier al de, hoe heet dat, afwasmiddel van. En die vind ik echt super lekker ruiken. En nu heb ik de Air Freshener gehaald. En de, in de geur Lavendel Patchouli. Ik heb geen idee hoe die ruikt. Gaan we meteen maar eventjes uitproberen. Ja. Ja, wel lekker. Niet een overdreven lavendelgeur of zo. Lekker. Niks mis mee. Nou ja, niet dat ik ze alleen voor de wc ga gebruiken. Misschien dat ik ze ook gewoon in huis ga gebruiken. Deze waren eens even kijken. Oh, die waren nog best goedkoop. 97 cent per stuk. Dus ja. Dat ruikt echt wel heel erg lekker, moet ik zeggen.
vind hem meer patchouli dan echt lavendel, maar zal aan mij liggen. Ja, en die verpakking ziet er ook super leuk uit. En ook voor in de wc, ja, ik ben echt een sukkel voor in de wc, moet het gewoon goed ruiken. En ik heb deze toen al een keer aangeschaft voor mijn verlof. Ik weet niet of ik dat toen in die shop nog had laten zien. Maar toen had ik de geur jasmine en nu heb ik de geur lavendel en dat zijn van die geurstokjes. En ja, wat ik al zei, de laatste keer dat ik een shoplog had opgenomen bij de Action Mag geweest is 4 maanden geleden. En nu waren die potjes pas op. En je kunt zien, het zijn maar hele kleine potjes. En op zich, die jasmijngeur beviel gewoon prima. Nu had ik de lavendelgeur, omdat ik dus ook deze in lavendel had gekocht. Ik weet niet, op het moment ga ik heel goed op de geur lavendel. Ik weet niet of dat te maken heeft met after pregnancy hormonen of zo. Maar we zullen zien, mocht het ontzettend stinken, dan heb ik ze ook zo weer weggegooid. Want de vorige keer waren die dingen niet zo heel erg duur. En nee, ja, nee, 86 cent per potje. Verschillende geuren hadden ze. Ik weet, ocean hebben ze, vanille hebben ze, rose hadden ze dan. Dit is dan lavendel, jasmine en ze hadden er nog eentje. Maar we gaan het gewoon zien of dat dit iets is. Ik weet het niet. Destijds bevielen ze dus, wie weet, nu ook weer. Ja, om nog even in de lavendel te blijven, heb ik ook weer mijn vuilniszakken meegenomen in lavendelgeur. Deze haal ik eigenlijk altijd als ik bij de Action ben. Ik had toevallig nog een klein rolletje liggen, dus ik heb er nu maar eentje meegenomen. En deze zijn, even kijken, €1,49 per pakketje. En ik kocht ook deze weer voor mijn katten en dat zijn de kattenbakzakken. Maatje L en 8 stuk zitten erop. Ik heb wel heel veel lieve reacties gehad van kijkers die zeiden je kunt het ook online kopen. En dat klopt, maar ik vind ze toch een stuk goedkoper bij de Action. Want online moet ik er iedere keer €2,95 verzendkosten voor betalen. En dat vind ik voor ja, kattenbakzakken best wel duur. En deze zijn bij de Action, even kijken, kattenbakzakken €0,79. En moet je nagaan als je hier dan ook nog eens €2,95 verzendkosten voor moet betalen. Dus die heb ik ook weer een rolletje aangeschaft. Ik kocht ook een verjaardagskaart. Mijn lieftallige buurvrouw wordt binnenkort 50. Wij zijn uitgenodigd voor een feestje. En ik vond het wel een leuke kaart. Ik haal eigenlijk al mijn kaartjes altijd bij de Action. Ze zijn super leuk. Ze zijn super goedkoop. En ja, het voordeel vind ik ook dat er nooit een prijsje op staat. Want dat heb je altijd bij die Hallmark kaartjes. Staat onderin zo'n barcode en dan de prijs. En dat vind ik altijd een beetje afgezaagd. Dus ja, ik denk dat ze hier wel heel blij mee gaat zijn. Verjaardagskaartje, of hoe noemen ze dit? Eens even kijken. Oh, wenskaart Glamour. En dat is €0,59. Dus. En dat is dan zo'n kaart. En aan de achterzijde zit een envelopje. Dus deze. Ik kocht ook voor Jax deze boekjes. Ze hadden deze in heel veel verschillende diertjes. Ik ben voor Joris de kameel gegaan en Knabbel de eekhoorn. Ik merk gewoon dat Liv en Jax, ja, Liv vindt het heel leuk om boekjes te lezen. En Jax vindt het heel leuk om boekjes te bekijken. En ik weet dat ik voor Liv deze boekjes ook altijd had. Maar Liv die heeft halverwege het feit toen ze tandje begon te krijgen deze boekjes gewoon letterlijk opgegeten. En ja, ze zijn ook niet eens zo heel erg duur. Het ziet er gewoon leuk uit. Het neemt niet veel ruimte in beslag. Dus ik dacht, nee, ik begin er gewoon met 2. Mochten ze bevallen, dan heb ik zo de andere gehaald. Hier op de achterkant zie ik bijvoorbeeld al de poes, de hond, de muis, het konijn, de olifant, de aap. En noem maar op, echt ontzettend veel diertjes hebben ze hiervan. Even kijken hoe duur dat die waren. €0,55 per stuk. En ik kan ze je echt aanraden, want het zijn gewoon hele leuke boekjes. Ook als ze dadelijk op een leeftijd komen dat ze een beetje kunnen gaan lezen. Ja, er staan makkelijke tekstjes in, niet te moeilijk allemaal. Er staat ook grote letters in, leuke plaatjes, veel kleurtjes. Ja, ik vind ze leuk. Ik hoop Jack ze ook. Ik heb op de kaarsafdeling ook weer een beetje ingeslagen. We zitten momenteel nog wel ja, in een nazomer en we hebben echt nog wel een aantal mooie dagen voor de boeg. Maar ik heb gewoon de afgelopen tijd ook al gewoon geurkersjes gehaald in de geur appel cinnamon. En ik heb laatst voor mijn schoonouders en van Liv een hele grote pot gehad van de Action, ook zo'n zwarte, ook apple cinnamon. En als ik dat dan aanzet in huis, dan denk ik, oh, heerlijk op de bank, kopje thee, onder een kleedje, warme appeltaart, ik weet niet. Omdat we dan niet zo'n hele mooie zomer hebben gehad, heb ik wel weer heel erg veel zin in het najaar.
Dus ik heb mijn lievelingsgeurkaarsjes weer gehaald. Deze 24 stuks en deze 8 stuks. Ik heb een aantal grote kandelaren. Dan doe ik deze erin. En in de kleine kandelaartjes doe ik deze. En je hebt van deze ook verschillende geuren. In de kleintjes heb je iets meer geuren dan deze variant. Ik hoopte eigenlijk ook de wat kleinere stompkaarsjes te vinden in Apple Cinnamon. Maar die waren er momenteel nog niet. Ik heb voor de 24 stuks €1,49 betaald. En voor die 8 stuks €1,79. En om even bij de kaarsen te blijven, heb ik ook nog... Ja, ik zal even het papiertje eraf halen. Ik vond trouwens wel netjes dat ze dat had gedaan. Ik heb ook nog 2 keer deze stompkaarsjes gehaald. Ik ben eigenlijk... fan van die van Flying Tiger, want die zijn echt gewoon helemaal mat zwart. Dit is een beetje zwart / anthraciet. Maar ik denk om nou voor 2 kaarsen naar de Flying Tiger te moeten, niet nodig. Dus ik heb ze nou even bij de Action gehaald. Ik heb 2 van zulke gehaald. Ik heb ook 2 van die grote kandelaren waar je dat dan kan opzetten. En dan met een versierseltje eromheen. Ja, echt duur zijn deze ook niet. Ze zien er gewoon prima uit. Ik heb hiervoor betaald... €1,03 per stuk. Ik had eigenlijk die ene gehad die zo gedraaid was, maar daar hadden ze er maar eentje van staan en ik had er 2 nodig. Dus hier zit de andere in. Voor dochterlief en ook een beetje voor mama lief heb ik washi tape gehaald. En ze hadden echt mega veel keuze dit keer. De vorige keer dat ik ben geweest hadden ze echt maar 3 of 4 verschillende. En nu moest ik gewoon echt even in de millimeter welke de leukste was. Ik ben voor deze 2 gegaan. Hier zit een poesje, een tijgerprintje en een beetje een soort van zebraprintje op. Deze. En op de andere zitten hondenpootjes, zitten een tekkeltje op en ook een of ander versierseltje. En dat is deze. Je hebt 3 rolletjes per pakketje. Kan ook goed zijn, want eentje had bijvoorbeeld ook 4 rolletjes, maar die waren dan wat smaller. Maar duur is dit absoluut niet. Ik heb namelijk 69 cent per dingetje betaald. Je had ook een hele grote, maar ik denk dat is misschien wel leuk dadelijk voor 5 december. En hier kan ze in ieder geval alvast mee vooruit. Liv is namelijk helemaal obsessed met knutselen, kaartjes maken, tekeningen maken. En dan gebruikt ze altijd die washi tape voor om het een beetje aan te kleden. Dus deze 2. En als laatste kocht ik ook nog iets voor mezelf. En dit vond ik eigenlijk best wel hilarisch. Ik ben geen fan van peel-off maskers. Ik hou daar niet zo van. Ik vind dat altijd heel pijnlijk of zo. Ik heb liever gewoon zo'n lekker relaxend maskertje. Zo'n klein maskertje dat je er daarna weer kan afhalen. Maar dit zag er zo tof uit dat ik echt zoiets had. Oké, het is denk ik meer de verpakking waarvoor ik het heb gekocht dan voor het materiaal zelf. Het is namelijk een peel-off mask Neon Flow. Deze is de-stress en deze is relaxing. En als moeder van 2 kinderen kan ik allebei wel een beetje gebruiken. Even kijken, de omschrijving zegt eigenlijk hetzelfde. Deep cleansing and exfoliates your skin. Er zitten 5 van die pakketjes in. Peel-off masker. Ik ben heel benieuwd of dat dit ook zo'n lekker neon goedje gaat zijn. We zullen het zien. Het is wel leuk als je bijvoorbeeld een black party geeft, dan kun je dit natuurlijk opdoen. Mocht je geen versiering hebben. Ik heb geen idee of het werkt. Ik zag het staan. Het trok me. Ik denk, we gaan het gewoon proberen. En was het duur? Nee, volgens mij ook helemaal niet. Nee, ze waren... wacht eens even. Ze heeft er maar eentje gescand, zie ik. Dus ik heb eentje gratis gehad en de andere was 95 cent. Maar we gaan het zien of dat dit iets is. Ik ben heel benieuwd. En dan waren dat alweer mijn Action aankopen van deze keer. Het zijn iets andere aankopen dan dat jullie misschien gewend zijn. Jullie hebben waarschijnlijk niet mijn wasverzachter gezien. Ook niet mijn azijn. Dat had ik voorlopig nog even op voorraad. Maar ik ben wel weer blij met de andere spulletjes. Ik ben heel erg benieuwd of dat jij de laatste tijd nog bij de Action bent geweest. Of dat je daar nog nieuwe dingen hebt gezien die ik een keertje moet gaan proberen. Bij onze Action waren ze namelijk ooit bezig met Sinterklaas en met Kerstmis. Ik miste een heel klein beetje de overgang naar de herfst. Want meestal heb je daar dan ook nog wel een collectie van. Maar ik ben benieuwd wat jouw ervaringen daarmee zijn. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even die duimpjes omhoog. En abonneer je nog eventjes gratis en vrijblijvend op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. Laat altijd een leuke reactie achter. Of eventueel een suggestie voor een andere video. En dan hoop ik jullie volgende week weer terug te zien bij een andere video. Doei!